Mijn naam is Dr. Casper van Lissa en ik ben universitair docent bij de afdeling Methode en Statistiek aan de Universiteit Utrecht. Daarnaast ben ik de faculteitsambassadeur van de Open Science Community Utrecht. Vandaag geef ik een gastcollege over de rol van statistiek in onderzoek in het kader van de U-Talent cursus Toeval of Ontdekking. Ik had graag gewild dat ik daar live met jullie aanwezig zou kunnen zijn, maar dat lukte helaas niet. Maar ik vind het ook leuk om hier op YouTube een college te geven. Dan kunnen jullie het nog eens terugkijken. Als ik aan de titel van deze cursus denk, Toeval of Ontdekking, dan komt er een vraag in me op. Hoe weten wetenschappers of iets waar is? Nou, in dat kader zijn er twee begrippen die ik belangrijk vind in mijn onderzoek. De eerste is: Is een ontdekking waar? En de tweede is: Is die ontdekking ook belangrijk? Op die twee onderwerpen wil ik in dit gastcollege ingaan. Eerst die vraag over hoe weten wetenschappers of iets waar is. Die vraag valt binnen het filosofische domein epistemologie. Hoe weet men dat men iets weet? En daar zijn door de geschiedenis heen verschillende antwoorden opgekomen. En zelfs heden ten dage in de wetenschap krijg je in verschillende vakgroepen verschillende antwoorden op die vraag. Hoe weten wij dat we iets weten? Mijn vakgebied, statistiek, houdt zich bezig met één mogelijk antwoord op die vraag. Je kan statistiek dus zien als een toegepaste vorm van wetenschapsfilosofie. In mijn vakgebied worden vaak toetsen uitgevoerd om te weten of iets waar is. En die toetsen die gaan uit van bepaalde aannames, waar ik in dit college meer op in wil gaan. Deze statistische toetsen worden in veel verschillende vakgebieden gebruikt, bijvoorbeeld in de sociale wetenschappen, maar ook de biologische en medische wetenschappen. En bij toetsen maken we dikwijls gebruik van kansrekening. Dat betekent dat we een bepaalde kans berekenen. En die kans gebruiken om een uitspraak te doen over de waarachtigheid van een bepaalde onderzoeksbevinding. Heel simpel uitgelegd werkt het als volgt: Stel je voor je hebt een onderzoeksvraag. Je denkt bijvoorbeeld dat er een verband is tussen de hoeveelheid ruzie die kinderen met hun ouders hebben en de emotionele ontwikkeling van die kinderen. Vervolgens trek je een steekproef uit de populatie van kinderen en ouders. Stel je voor dat je vindt dat die samenhang matig sterk en negatief is. Met andere woorden, kinderen die meer ruzie met hun ouders hebben, hebben minder goed emotioneel functioneren. Hoe weten we nou dat dat middelgrote negatieve verband niet op toeval gebaseerd is, maar een ontdekking is? Nou, Om dat te doen, moeten we een aantal aannames doen. De eerste aanname is dat we ervan uitgaan dat het effect in werkelijkheid niet bestaat. Als we die aanname doen, dan kunnen we namelijk de kans uitrekenen dat we puur op basis van toeval een effect vinden dat middelgroot en negatief is. Als die kans nou heel erg klein is, dan betekent dat dus dat het heel onwaarschijnlijk is dat we op basis van toeval een middelgroot negatief effect vinden in een realiteit waarin er geen effect bestaat. En dat doet ons twijfelen aan de waarschijnlijkheid van die aanname dat er geen effect is. Het proces dat ik hier beschrijf heet de nulhypothese significantietoets. En het wordt ontzettend veel goed toegepast in allerlei verschillende takken van de wetenschap. Zelfs zoveel dat er ook veel kritische stemmen overkomen. Gigerenzer bijvoorbeeld noemde dit proces een statistisch ritueel dat gebruikt wordt om soms toevalstreffers met een sausje van wetenschappelijke waarschijnlijkheid te overgieten. En inderdaad wordt deze techniek vaak misbruikt. Soms is er daarbij sprake van moedwillig misbruik. Hier is een voorbeeld van een gepubliceerd artikel dat inmiddels teruggetrokken is. Het werd geschreven door de Nederlander Diederik Stapel. In dit voorbeeld zie je allerlei kansrekening. Er worden cijfers genoemd en het ziet er heel geloofwaardig uit. Maar zou het je verbazen als ik je vertel dat deze cijfers gewoon uit zijn duim gezogen zijn... Dit heeft dus wel het uiterlijk van een wetenschappelijk artikel en het lijkt op kansrekening, maar de nummers zijn verzonnen en betekenisloos. Hier is nog een voorbeeld. Dit artikel werd ook gepubliceerd door een gerenommeerde sociale wetenschapper, Daryl Bem, en in dit artikel vindt hij in negen verschillende studies bewijs voor zijn overtuiging dat mensen een zesde zintuig hebben dat hun in staat stelt om de toekomst aan te voelen. Maar niet zomaar elke toekomst. Alleen als de toekomst erotisch beeldmateriaal bevat. Dat heb je goed gehoord. Daryl Bam heeft proefpersonen plaatjes laten zien. En het waren ofwel neutrale plaatjes, ofwel erotisch geladen plaatjes. En hij toonde aan met behulp van die eerder genoemde P-waarde en die nulhypothese significantietoets dat mensen een zesde zintuig hebben om erotisch beeldmateriaal in hun toekomst aan te voelen. Ik ben daar sceptisch over, jullie misschien ook... en dit artikel wekte dus een golf van verontwaardiging op in de onderzoeksgemeenschap. Maar mensen gingen zich ook de vraag stellen... als Daryl Bem netjes de regels van de wetenschap heeft gevolgd... en dat deed hij, al zijn hypothese-toetsen waren correct berekend... hoe kan het dan dat hij toch in negen studies bewijs vindt... voor iets wat de meeste van onze als flauwekul zouden beschouwen? Het antwoord blijkt te zijn... Dat Daryl Bem veel meer studies heeft gedaan dan die negen. Zelfs als er in werkelijkheid geen zesde zintuig is, dan zou je toch mogen verwachten dat op basis van toeval enkele van die studies een positief effect gaan vinden. Het merendeel natuurlijk niet. Als je maar genoeg geduld hebt, dan kan je dus op de lange termijn negen onderzoeken bij elkaar sprokkelen die positief be bewijs leveren. Als je die vervolgens bundelt in een artikel en publiceert, dan ziet het er allemaal super overtuigend uit. Maar het is nog steeds onzin. Dit voorbeeld laat zien dat zelfs met de beste intenties mensen statistiek op een misleidende manier kunnen gebruiken. We moeten de spelregels van de statistiek goed volgen, anders leiden we anderen en ook onszelf om de tuin. We hebben nu één voorbeeld gehad van iemand die bewust misleidde, één voorbeeld gehad van iemand die zelf ook voor de gek was gehouden. Maar er is nog een situatie. Hier is een artikel uit 1959 van Theodore Sterling. Dus zelfs toen al was bekend dat er problemen waren met deze statistiek. En Theodore Sterling schrijft het volgende: There is some evidence that in fields where statistical tests of significance are commonly used, research which yields non-significant results is not published. Met andere woorden, zelfs als je netjes de regels volgt. Maar je vindt geen significante p-waarde. Dan kan het dus gebeuren dat jouw onderzoek nooit gepubliceerd wordt omdat anderen vinden dat het geen nieuwswaarde heeft. Zo krijg je dus een literatuur waarin alle bevindingen significante p-waarden hebben, en waarin het dus lijkt alsof alle gepubliceerde onderzoeken waar zijn. Sterling legt verder uit: such research. Being unknown to other investigators may be repeated independently. Dus andere onderzoeksgroepen weten niet dat daar geen effect te vinden is. Dus zij gaan hetzelfde onderzoek of iets wat erop lijkt uitvoeren. Until eventually by chance a significant result occurs. Totdat er puur op basis van kans een toevalsbevinding wordt gedaan. Een vals positief resultaat. Met andere woorden, op basis van toeval heeft men een effect gevonden waar er in werkelijkheid geen effect bestaat. Hier is een komisch plaatje dat dat illustreert. We noemen dit in de wetenschap de file drawer effect. Onderzoeken die geen bewijs vinden voor de onderzoeksvraag worden dikwijls niet gepubliceerd. Maar dat is een bedreiging voor de geloofwaardigheid van de wetenschap. Want als we alleen positieve resultaten publiceren, dan zal dat dus een mengsel zijn van. Positieve resultaten die op waarheid berusten en positieve resultaten die op toeval berusten. Maar als alle gepubliceerde onderzoeken toch wel bewijs vinden voor hun onderzoeksvraag, dan heeft die hele resultatensectie eigenlijk weinig bewijswaarde meer. Puur het feit dat dit onderzoek gepubliceerd is, vertelt jou al dat ze bewijs hebben gevonden voor hun onderzoeksvraag. Dat maakt het dus heel moeilijk om te onderscheiden welke onderzoeken geloofwaardig zijn en welke niet. Maar het is niet alleen maar slecht nieuws. Er zijn ook oplossingen die dit voorkomen. Een van die oplossingen is de zogenaamde registered report. Dat betekent dat je aan een tijdschrift vraagt of jouw artikel gepubliceerd mag worden voordat je de data hebt verzameld. Je moet ze dan overtuigen met een heel goed onderzoeksplan. En als zij overtuigd zijn dat jouw onderzoeksplan tot betrouwbare resultaten gaat leiden, dan accepteren ze het voor publicatie voordat je de data hebt verzameld. Vervolgens ga je data verzamelen en dan kan je echt zien of jouw hypothese waar is of niet. Dit noem je een registered report. Een bevriende collega van mij heeft onderzoek gedaan naar hoeveel bewijs men vindt in die registered reports voor hypotheses. En dan zie je een enorm verschil ontstaan. Gewone onderzoeksartikelen vinden positief bewijs voor de hypotheses in ongeveer 95% van de gevallen. Als je dat vergelijkt met de registered reports, die dus geaccepteerd zijn voor publicatie voordat de data bekend waren, dan valt dat percentage naar iets meer dan 40%. Het enorme verschil tussen die twee staafdiagrammen geeft ons een indicatie van hoeveel gepubliceerde onderzoeksbevindingen op puur toeval moeten berusten. Zoals ik al eerder aangaf, kan het gebeuren dat je puur op basis van toeval bewijs vindt voor een effect dat niet werkelijk bestaat. Deze applicatie trekt steeds steekproeven uit een populatie waarin er geen effect bestaat. En je ziet dat als er toetsen uitgevoerd worden op de data van die steekproeven, het merendeel van de steekproeven inderdaad geen effect vindt. Maar af en toe zit er toevallig een steekproef tussen die wel bewijs voor een effect vindt dat niet bestaat. Dat is dus een toevalstreffer. Als tijdschriften nou. Enkel artikelen publiceren die bewijs vinden voor de onderzoeksvraag, dan zou je dus precies die vijf misleidende toevalstreffers eruit pikken en publiceren. Zo kan het dus gebeuren dat op basis van toeval onware bevindingen in de gepubliceerde literatuur terechtkomen. Maar helaas doen onderzoekers het ook wel eens expres. Dat was al in de 19e eeuw een bekend probleem. Babbage schreef daar namelijk over in 1830. Hij schreef of cooking. This is an art of various forms, the object of which is to give ordinary observations the appearance and character of those of the highest degree of accuracy. One of its numerous processes is to make multitudes of observations, heel veel verschillende data verzamelen, and out of these to select only those which agree or very nearly agree. If a hundred observations are made, the cook must be very unhappy. If he cannot pick out 15 or 20, which will do for serving up. In dit schrijven herken je misschien de werkwijze van BEM met zijn bewijs voor een zesde zintuig. Of het nou met kwade bedoelingen gebeurt of niet, deze praktijk misleidt de lezer. Gelukkig komt daar rap verandering in en de Universiteit Utrecht is wereldleider op dit gebied. De beweging die dit allemaal wil veranderen heet de Open Science Beweging. Die beweging wil dat wetenschappers heel transparant en betrouwbaar te werk gaan. Ze moeten daarvoor hun plannen publiceren voordat ze onderzoek gaan uitvoeren. Ze moeten daarvoor al hun onderzoeksmateriaal beschikbaar maken. En als het op privacy niveau mogelijk is, moeten ze ook hun data beschikbaar maken, zodat anderen hun analyses kunnen controleren. Deze aanpak voorkomt dat wetenschappers anderen bewust om de tuin kunnen leiden, maar leidt er ook toe dat Onbewuste foutjes eerder aan het licht komen. Het vergemakkelijk ook samenwerking tussen wetenschappers onderling en maakt het makkelijker voor het brede publiek om zich te informeren over betrouwbare wetenschappelijke kennis. Zoals ik eerder al zei ben ik faculteitsambassadeur voor de Open Science Community Utrecht en dat is een groep die bewustzijn over deze transparante praktijken probeert te vergroten onder wetenschappers aan de Universiteit Utrecht. Maar ook in het openbaar spreek ik me daarover uit. Onze overheid zegt bijvoorbeeld hoe belangrijk open science is. En ze hebben ook gezegd dat het met name in de coronacrisis heel belangrijk is dat alle wetenschappelijke kennis open gedeeld wordt, zodat we sneller uit die crisis kunnen komen. Maar toch werkten alle overheidsinstanties in de eerste fase van de coronapandemie volledig achter gesloten deuren en maakten het dus onmogelijk voor de duizenden wetenschappelijke experts met relevante kennis over corona. Om mee te helpen aan het vinden van oplossingen. En daar heb ik destijds een krantenartikel over geschreven dat door honderden wetenschappers ondertekend werd. Dit voorbeeld geeft ook aan hoe belangrijk die open wetenschap kan zijn wanneer het er echt op aankomt. Want als duizenden wetenschappers mee hadden kunnen werken aan oplossingen, dan zouden we misschien veel eerder uit de crisis zijn gekomen. Ik heb je nu iets verteld over hoe wetenschappers weten dat een feit waar is. Eén antwoord op die vraag is door het gebruik van kansrekening en statistiek. De tweede vraag die ik aan het begin stelde is hoe weten we of dingen belangrijk zijn. En daar houdt mijn eigen onderzoek mee bezig. Mijn onderzoek Will the kids be alright gebruikt zogenaamde machine learning technieken om te voorspellen welke tieners risico lopen op ernstige emotionele problemen. Voor de meeste tieners is de puberteit een periode waarin ze nieuwe emotionele vaardigheden ontwikkelen. Maar 1 op de 5 ervaart zware emotionele problemen. Dat is best veel en de gevolgen voor die jongeren en voor de omgeving en samenleving kunnen best ernstig zijn. Als we vroegtijdig zouden kunnen signaleren welke jongeren risico lopen op emotionele problemen, dan zouden we misschien steun en begeleiding kunnen bieden en die jongeren en hun omgeving een hoop leed besparen. Ik gebruik daarvoor machine learning technieken. Dat zijn slimme algoritmes die patronen in data vinden zonder tussenkomst van theorie. En die worden bijvoorbeeld gebruikt door Netflix om jullie aanbevelingen te doen over welke video's nog meer leuk zijn om te kijken. Netflix die kijkt daarbij naar patronen in jouw kijkgedrag, en ik gebruik diezelfde technieken om te zoeken naar patronen in de emotionele ontwikkeling van jongeren. Eén voordeel van die aanpak is dat ik veel meer mogelijke voorspellers mee kan nemen dan klassiek onderzoek dat gebruik maakt van die nulhypothese significantietoetsen. Concreet gezegd maak ik gebruik van honderden voorspellers. Terwijl andere onderzoeken misschien naar 5 of 10 kijken. Daarnaast zijn die slimme algoritmes in staat om veel complexere patronen bloot te leggen dan klassieke methoden. Een ander voordeel van die slimme algoritmes is dat het minder makkelijk is om ze te gebruiken om onze bestaande vermoedens te bevestigen. Want er zit simpel gezegd ingebouwde bescherming in tegen toevalstreffers. Deze benadering van onderzoek die verschilt nogal van dat nulhypothese significantie toetsen. Je zou kunnen zeggen dat dit twee benaderingen zijn die elkaar aanvullen. En De Nederlandse methodoloog De Groot heeft daarover geschreven. Hij noemde dat de empirische cyclus. Hij zegt: onderzoek begint vaak met een theorie. Op basis van die theorie leid je voorspellingen af. Dat heet je hypothese. Vervolgens verzamel je data om die hypothese te toetsen. Maar die data kan ook. Leiden tot nieuwe inzichten als je iets onverwachts in je data ziet. Die nieuwe inzichten die kunnen dan weer leiden tot voorlopige theorieën en tot nieuwe toetsbare hypotheses. Het merendeel van het onderzoek dat vandaag de dag uitgevoerd wordt, kijkt alleen naar de rechterhelft van die cyclus. Dus, de... dus men begint met een theorie, vormt hypotheses en verzamelt data enkel om die hypotheses te toetsen. Mijn onderzoek vult die cyclus aan. Dus ik zeg, we beginnen met bestaande data en we gaan daarin op zoek naar belangrijke patronen. Die patronen kunnen we vervolgens gebruiken om inspiratie op te doen voor nieuwe theorieën. Maar je moet dus wel heel voorzichtig zijn dat je niet naar toevalstreffers gaat graven. Om dat te voorkomen ga ik niet zelf handmatig in de data graven totdat ik een interessante toevalstreffer vind. In plaats daarvan bouw ik een pijplijn. Die gebruik maakt van slimme algoritmes, machine learning technieken en die beschermingen bevat om te voorkomen dat ik door toevalstreffers misleid word. En als die pijplijn robuust is, dan heb ik meer vertrouwen in de resultaten die daaruit komen. De data die ik hiervoor gebruik bevat honderden mogelijke voorspellers. Dan moet je denken aan de relatie met ouders, met klasgenoten, aan de identiteitsvorming van de jongeren. En deze machine learning methoden kunnen dus naar al die variabelen kijken en vervolgens vertellen welke de grootste voorspellende invloed hebben op de emotionele ontwikkeling. Ik ben nu bezig met een eerste onderzoek met echte data van jongeren om te kijken welke factoren de belangrijkste voorspellers zijn van emotionele problemen. Jullie zijn de eerste die voorlopige resultaten horen. Uit mijn onderzoek blijkt dat een aantal persoonlijkheidseigenschappen, met name neuroticisme, dat is het omgekeerde van emotionele stabiliteit, sterk voorspellend zijn. Ook de relatiekwaliteit met ouders en vrienden lijkt belangrijk te zijn. Bijvoorbeeld hoe gelijkwaardig vriendschappen zijn en hoe jongeren omgaan met het oplossen van ruzie met hun ouders en vrienden. Ook empathie, met name hoe gevoelig je bent voor de negatieve emoties van anderen, en de duidelijkheid van je zelfbeeld blijken belangrijke voorspellers te zijn. Een deel van deze voorspellers zijn voor de hand liggend, een ander deel niet. Wat met name belangrijk is, is dat ze gerangordend zijn in termen van hoe sterk voorspellend ze zijn voor emotionele problemen. Als we weten wat de belangrijkste voorspellers zijn, dan kunnen we daar de nadruk op leggen in theorievorming, in vervolgonderzoek, maar ook in steun die we bieden aan jongeren met emotionele problemen. En dat brengt me terug naar de twee vragen die ik aan het begin van dit college stelde. De eerste vraag is: hoe weten we of iets waar is? En de tweede vraag is: hoe weten we of iets belangrijk is? Ik heb één mogelijk antwoord gegeven op de vraag hoe we weten dat iets waar is. Statistici gebruiken daar vaak hypothesetoetsen voor. Maar er zijn ook andere benaderingen van wetenschap die daarvoor andere maatstaven gebruiken. Mijn persoonlijke antwoord op die tweede vraag: hoe weten we of iets belangrijk is? Dat is door voorspellers te rangschikken met behulp van slimme algoritmes. Ik denk dat dat ons gaat helpen om onze energie te richten op de belangrijkste voorspellers van bijvoorbeeld emotionele problemen bij kinderen. Maar je zou diezelfde aanpak ook kunnen gebruiken om op zoek te gaan naar de belangrijkste voorspellers van andere dingen, zoals CO2-emissies of ongelijkheid in de samenleving en ga zo maar door. Het is in ieder geval een belangrijke vraag om in je achterhoofd te houden, want je kan meer bereiken met je onderzoek als het over belangrijke dingen gaat. Ik hoop dat ik jullie iets van inzicht heb kunnen geven over de rol van statistiek in onderzoek. Met name hoe zich dat verhoudt tot de vraag toeval of ontdekking. Statistiek is een gereedschap. Je kan het gebruiken om bewijs te vinden. Maar er zijn ook andere gereedschappen. En ik ben bijvoorbeeld geïnteresseerd in betrouwbare methoden om met slimme algoritmes door data heen te graven op zoek naar ontdekkingen, niet naar toevalstreffers. Ik hoop dat je dit college leuk vond. Als je nou over een tijdje je profielwerkstuk moet doen, check dan ook eventjes mijn kanaal, want ik heb een video met statistiek hulp voor profielwerkstuk leerlingen. Misschien tot ziens aan de Universiteit Utrecht.